Dankjewel, vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Ik ga het kort houden, want ik heb vandaag een roomtour voor jullie. Sinds begin 2016 heb ik een hele nieuwe kamer. Ik slaap hier nu op zolder. Ik heb mijn kamer helemaal zelf ingericht. Ik ben er super blij mee. Ik weet dat mijn kamer best wel druk is en vol. Maar ik moest gewoon veel spullen kwijt. En ik vind het zelf eigenlijk best wel leuk geworden. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laten we maar snel beginnen. Als je dus mijn kamer binnenkomt, zie je als eerste dit mijn kledingrek met een deel van mijn kleding. Een deel van mijn schoenen en een pennyboard. Als je dan kijkt naar rechts, zie je daar al mijn kettingen. Ik heb namelijk een tijdje een hele erge kettingverslaving gehad. Ik kocht echt super veel kettingen. En ik kon het eigenlijk nergens meer kwijt. Dus heeft mijn opa zelf dit bord voor mij gemaakt en ik heb hem geverfd. Dus dat is echt super leuk en lief. Als eerst ga je het hoekje om en dan kom je gewoon aan bij mijn bed. In mijn bedlades heb ik eigenlijk gewoon allemaal verschillende dingen zitten. Zoals hier mijn knutselspullen, een hele grote la vol, die ik echt nog een keertje moet opruimen. Daarnaast mijn voedselvoorraad en camera-spullen en dat soort dingen. En dan hier mijn tassenverzameling en mijn pyjama's. Dus dit is mijn slaapgedeelte. Ik vind het eigenlijk wel fijn dat het zo'n hoekje is waar mijn kledingrek voor staat. Want dan is het niet als je binnenkomt dat je gelijk mijn bed ziet staan. En het is gewoon dan een gezellig hoekje. Voor als je het je afvraagt, dit ding is een hoepel. Hij komt van de webshop Hoop It Yourself. Dan heb je hiernaast mijn kast staan. Mijn vakjeskast van de IKEA. Waarschijnlijk ken je hem wel. Hierbovenop wat leuke tasjes en wat Arizona flesjes. En in de kast gewoon verschillende dingen. Opbergdingen, maar ook decoratiedingetjes. En mijn kleding. Ik heb mijn kleding opgerold omdat ik dat gewoon fijner vind. Er past dan meer in. En ik vind ze eigenlijk ook wel super leuk uitzien. In de onderste lade zitten onderbroeken en dat soort dingen. Dan kom je hier aan bij mijn bureau. Eerste hierboven mijn klok. Een soort van planningbordje. En een paar schoolboeken. Een groot deel is al weg, want ik ben geslaagd voor mijn examen. Hier een leuke radio. Penboekjes met voldoeningen. Een wishlist. In die kastjes zitten nog meer schoolspullen, reservepennen, schriften, dat soort dingen. Deze mand heeft mijn sjaal zitten en nog een extra laken voor over mijn bed. Wansies en gewoon een kapstok met wat kleding nog. Dan is dit mijn studiegedeelte, zeg maar. Hier in deze kast zitten allemaal dingen, zoals mijn teken- en verfspulletjes, make-up en haarproducten en nagellakjes. Dan zit nog een soort van chillhoekje
waar ik nog niet helemaal tevreden over ben. Want die zitzak is nog gewoon een oude zitzak, maar die is een beetje groot. En die vind ik niet echt bij mijn kamer passen. Dus als je weet waar ik een leuk, klein, maar lekker zittend stoeltje kan vinden, laat me even weten. Dan komen we hier bij mijn van make-up tafeltje. Gezellige lampjes en dit soort dingen. Dit is een kratje, die was ook nog van mijn opa geweest. En hier zijn gewoon allemaal verzorgingsspulletjes, dingetjes die ik elke dag gebruik. Voordat ik op de krukje ga zitten. En ja, dat gebruiken. Dan zal ik nog eventjes een overview geven van heel mijn kamer. Kamer. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het me zeker even weten hier beneden in de reacties. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.